Oké, okay, Eyes of Demonia. Anouk, Jonathan en Gaëtan. Welkom in de zomerbar. Hier te Destelbergen, de zomerbar van Destelrock. Jullie hebben fantastisch gespeeld, hè, dus ik heb ervan genoten. Het was een streling voor mijn oogjes en een zalving voor mijn oorkes. Maar ik heb voor jullie een paar vragen. Gaëtan, vertel een keer iets over het ontstaan van de band. Ja, dat gaat weer in de 2012. Waar we via de ex-vriendin Jonathan te leren kennen hebben. En met drie zijn we daar gestart. En ja, eigen nummers beginnen maken. Maar ja, met drie zang, keyboard en gitaar. Dat is daar niet in. Dus komt er dan een drummer bij. En een bassist. En zo hebben we de band. Maar ja, de gitarist al beslist om met de zangeres aan te pakken en ze vol te steken. Dus die kost ook al niet meer zingen. Dus hebben we toch maar aan hem gekozen. En dat is de definitieve band. Oké, okay. Gaëtan, dank u. Anouk. Is dat gezegd?